welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een leuke get ready with me. Ik ben letterlijk zo wakker geworden. Ik had mijn haar al wel gesteld, maar ik heb er vandaag niks mee gedaan. Gewoon uit mijn knot gehaald en ik heb gedoucht en that's it. Ik had afgelopen zaterdag een Turkse bruiloft. Het is vandaag maandag, dus 2 dagen daarna. En toen ik mij aan het opmaken was, ik dacht bij mijn eigen, ik had hier gewoon een hele leuke video van kunnen maken. Dus ik ga mij gewoon vandaag precies opmaken als hoe ik heb gedaan voor dat feest. Precies dezelfde look, precies dezelfde producten. Ik ga ook mijn haren doen. Ik ga laten zien hoe ik dan die doe voor een feest. En ik ga laten zien wat ik allemaal aan had als kleding en accessoires en schoenen en al die mikmak. Dus als je nog inspiratie wilt qua een look voor zo'n soort feest, dan ben je vandaag aan het juiste adres. En dan ga ik niet te veel meer praten, dan gaan we gewoon gelijk beginnen met de video. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan kunnen we gewoon snel beginnen. Voor de mensen die niet echt bekend zijn met dit soort bruiloften, dus Marokkaanse bruiloften en Turkse bruiloften, die zijn altijd aan de beetje heftige kant qua everything. Dus je kunt daar echt heen. Zo heftig als je wilt. Lekker veel make-up. Lekker veel spektakel. En qua make-up hou ik daar zeker van. Ik hou echt van een full beat. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. Ik ging voor een beetje een cool tone smoky eye. Met echt een full beat face. Dus dat ga ik vandaag weer precies zo doen. Ik had gebruikt het Huda Beauty Smoky Obsessions paletje. De ideale beetje cool tone paletje voor een smoky eye. Hij heet ook Smoky Obsessions. Dus daar is hij letterlijk voor. En deze is al vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Ik vind het echt een super fijn paletje. Dus ik ga weer eerst beginnen met de ogen en dan pas mijn gezicht. We gaan even inzoomen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn P. Louise Base in de kleur 1. Voor de mensen die mijn make-up unboxing hebben gezien, de laatste die hebben gezien dat ik like 100 van dit soort primers heb gehaald. En ik niet wist wat ik er nou van ging vinden, want ik had ze nog nooit geprobeerd. Dus even een snelle update. Ik heb hem nou al iets van 3 keer gebruikt ofzo. En ook een andere kleur. En ik vind ze echt heel erg fijn. Ik vind het zeker geen miskoop. Ik vind de kleur wel echt aan de lichte kant. Ik had hem iets meer crème verwacht. Iets meer huidskleur. Hij is toch echt best wel wit. Dus dat is wel handig om te weten. Wat ik wel vind is dat wanneer ik hem heb aangebracht met een kwast, dan vind ik hem niet heel mooi smooth egaal. Dus ik ga er dan zo overheen met mijn spons. En dan is hij eigenlijk altijd gewoon helemaal perfect. Zo vind ik hem gewoon helemaal mooi. Zoals je kunt zien, hij verandert het echt. Ik vind het echt een hele fijne primer. Ook moet je echt maar een heel klein beetje gebruiken. En dan praat ik echt over zo een klein beetje. Want ik begon met echt heel veel in het begin. En dat was echt way too much. Dan gaat het echt all over the place. Dus gebruik echt maar een heel klein beetje. Maar ik vind ze dus echt heel erg fijn. I like them. En dan ook een beetje poeder erop. Oh my god. Wat de F is dit? Er zit een beetje rood hierin en nou is het op mijn oog gekomen. Oh my god. Nou ja, ik denk dat je dat zo meteen niet echt meer gaat kunnen zien. Houd je mond dus. Oké, nou mensen, negeer dit rood hier. Dan ga ik in met het paletje. Ik gebruik de lichtste matte transitiekleur met mijn grote kwast. En die transitiekleur breng ik dan aan in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik de middelste bruine matte kleur. En ik gebruik nog steeds mijn grote fluffy kwast. En daarmee ga ik ook in mijn arcadeboog. Om het iets donkerder te maken. Dan pak ik de donkerste bruine matte kleur. Ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En daarmee ga ik ook weer in mijn arcadeboog. Maar ik richt me vooral zo hier in de hoek. Dan pak ik de zwarte matte kleur. En nu gebruik ik de kleinste fluffy kwast van mijn Sarah Marie Cosmetics ogenkwasten set. En dan pak ik een heel klein beetje van het zwarte. En dat breng ik dan aan hier in de hoeken om het nog iets meer zwart te maken. En iets meer smoky, iets meer donker. En dat vind ik wel mooi. Dan pak ik deze prachtige beetje cool tone bruine glanzende kleur. En dan met mijn vinger breng ik die aan zo over mijn hele ooglid. Kijk hoe mooi die kleur is, jongens. Ik heb zwarte nagellak op mijn acryl. Die moet ik er nog afhalen, dus let daar niet op alsjeblieft. Zo, en ik breng het ook best wel hoog aan, zodat je het wel kunt zien als ik jou zo aankijk. Anders is dat niet mooi, want ik heb hooded ogen. Dan pak ik weer die kleine fluffy kwast met een heel klein beetje zwart. En dan ga ik dat hier nog een beetje aanbrengen over de glanzende kleur. Dus zodat ze mooi in elkaar overgaan.
toon. Nou heb ik een beetje een cool toon smoky eye and I really like it. Als eyeliner gebruik ik mijn Huda Beauty eyeliner. Ook hier even een update over. Hij is echt geweldig. Hij is echt geweldig. Ik vind het echt een super fijne eyeliner. En dan maak ik een winged line. Ik maak het ook niet al te dik, gewoon een beetje normaal houden. Als mascara gebruik ik mijn Too Faced Damn Girl mascara, mijn Favo mascara. En als nep wimpers, ik hou van heftig en fluffy, dus ik gebruik mijn Tati wimpers in de stijl TL2. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mensen, dan ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen, ik gebruik er 2. Voor mijn hele gezicht gebruik ik mijn Guerlain Gold Primer. Dit is echt een super fijne primer, hij is wel een beetje duur. Maar wel heel erg fijn. En die breng ik zo aan over mijn hele gezicht. Zodat mijn make-up langer en beter blijft zitten. En dan om mijn gezicht iets meer smooth te maken. Vooral hier bij mijn poriën en zo. Gebruik ik mijn Filorga Flash Primer. Ook die is best wel duur. Maar wel heel erg fijn. En daarvan pak ik dan een klein beetje. En dat duw ik dan zo hier in mijn poriën. Als foundation had ik mijn Benefit Foundation gebruikt in de kleur 4, de Hello Happy Brightening Foundation. Die heeft een medium dekking, dus hij is echt ideaal. En die breng ik dan gewoon zo aan over mijn hele gezicht. Als concealer gebruik ik mijn Huda Beauty Concealer, want die heeft echt een volledige dekking. Echt een hele fijne concealer. Alleen hij droogt wel echt snel op, dus wat ik altijd doe. Ik breng het niet gelijk gewoon zo aan op mijn gezicht, omdat je dan best wel veel aanbrengt in één keer. En hij droogt echt snel op en dan wordt het echt een bende. Dus ik pak altijd gewoon zo een beetje op een kwastje. En dit is de enige concealer waarmee ik dit zo helemaal doe. En dan breng ik hem maar een heel klein beetje aan, want hij is echt best wel dik. Dus je hoeft echt niet veel aan te brengen. Even aan onder mijn ogen. Zo, that's it. En dan blend ik het gelijk uit. Dus ik ga niet helemaal eerst alles aanbrengen. Want dan is het al opgedroogd voordat ik begin met blenden. Dus dat is wel een beetje annoying. Maar de concealer is voor de rest wel echt super fijn en heel erg mooi. En hij creased niet en hij blijft gewoon goed en lang op zijn plek. En dat vind ik gewoon echt heel erg mooi. Dus ik vind die beetje extra effort die ik moet doen, ik vind het wel waard. Om te poederen gebruik ik mijn Biotuline Hydrolon poeder. Oké, mensen, ik wilde mijn eyeliner een beetje bijwerken en nu heb ik hier een zwarte streep op mijn oog. Fuck my life. Die ga ik er zo afhalen. Dan ga ik mijn gezicht contouren met mijn NYX contour paletje. Like always, deze kleur. Als pressed poeder gebruik ik mijn Benefit Hello Flawless poeder in de kleur 01 I Love Me Ivory. Deze is echt al bijna op. Oh, ik moet echt een andere halen, maar hij is zo duur. En dan pak ik zo een beetje met mijn spons. En dit breng ik dan nog zo extra aan hier onder mijn ogen. Voor meer dekking en wat meer verlichting. En ik doe ook altijd gelijk zo een beetje mijn neuscontour ermee uitblenden. Dus ideaal. En dan wat MAC Fix Plus om wat meer hydratatie in mijn gezicht terug te brengen. Oké, ik moet even deze issue hier fixen. Dan pak ik even een spoelie en dan ga ik het er gewoon zo'n beetje afkrassen. En dan pak ik weer een beetje van die glanzende oogschaduw. En die breng ik er dan weer zo op aan. Kijk, en nou is er alsof er helemaal niks is gebeurd. Dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik pak weer mijn Huda Beauty eyeliner. En dan pak ik het oogpotloodje kant. De oogpotloodkant. Het oogpotloodkant. De oogpotloodkant. En dan ga ik mijn hele waterlijn helemaal zwart maken. En ik ga ook zo een beetje onder de waterlijn. Een heel klein beetje. En dan pak ik deze zwarte matte kleur weer met mijn smudger brush. En die breng ik dan aan op mijn hele onderste wimperrand. En ik breng ook echt best wel veel aan. Want ik wil het echt best wel smoky hebben. Dus we gaan vandaag een beetje voor een panda look.
Dan pak ik hier allebei de bruine matte kleuren. En daarmee ga ik dan een beetje het zwarte uitblenden. Ik begin eerst met de donkere bruine kleur en daarna de lichtste. En dan even wat mascara op de onderste wimper. Zo, en nou heb ik echt een hele smoky eye met zwarte en een beetje cool tone kleurtjes. Dat vond ik wel leuk voor de look. Dan ga ik mijn gezicht afmaken. De bronzer die ik had gebruikt is mijn Morphe bronzer in de kleur Mega Star. Een hele mooie en vooral hele warme bronzer. Als blush had ik mijn Milani Baked Blush gebruikt in de kleur Berry Amour. En als highlighter gebruik ik mijn Nabla Highlighter in de kleur Wave. Het is een hele mooie, beetje champagneachtige kleur. En deze is ook echt heftig. En ik hou van heftig. Maar ik breng niet te veel aan, want hij is echt super, super heftig. En dan wordt het een beetje too much. Dus altijd wanneer ik die gebruik, gebruik ik maar een heel klein beetje. Kijk, ik heb nou maar een beetje gedaan en er komt al super veel glow. En dan de lippen. Ik had een nude lip combo gebruikt. De lippen was het enige waarvan ik achteraf dacht van... Misschien had ik beter gewoon kunnen gaan voor een hele mooie rood. Het had iets beter gestaan. De nude lip combo die ik op had. Ik gebruik het NYX Lip Pods loodje in de kleur Londen. En ik gebruikte de Liquid Matte Lipstick van Nabla in de kleur Blair. Is een lichte oranje nude. En nu is hij helemaal mat en opgedroogd. En toen ging ik er nog overheen met een Catrice Gloss. Deze is echt super glanzend en zo heel mooi goud. Dit is de Generation Plump & Shine Lip Gloss in de kleur Golden Zircon. Als ik het goed uitspreek. En dan als setting spray gebruikte ik mijn Morphe X Jeffree Star Setting Mist. Zodat mijn make-up lekker lang goed blijft zitten. En dit is dan de make-up look. Dit is wat ik had gedaan. Nou, mijn haren, want die zien er ook echt niet uit op dit moment. Ik doe altijd eerst zo heel mijn haren naar voren. En dan eerst alle klitten eruit halen. En dan ga ik heel mijn haar helemaal eerst stijl maken met mijn steampot. Die ik vergeten ben om aan te doen. Dus ik heb hem pas nu net aangedaan, dus ik moet even wachten. Zo, nou is mijn hele haar lekker stijl en plat. Je kunt de onderkant niet echt zien, maar mijn haar is echt best wel lang. En ondanks dat ik al best wel lang en best wel dik haar heb, doe ik alsnog nephaar erbij, gewoon voor de extra. Dus ik heb hier mijn clip-ins die ik ook nog in ga clippen. Zo mensen, ik heb nu mijn clip-ins in. Kijk, super lang, super mooi. En dan ga ik nu mijn haren krullen. Ik heb mijn haren nooit gewoon zo helemaal stijl. Ik weet niet, ik vind dat niet echt mooi. Het is zo saai en zo plat. Dus ik heb hier mijn kruidvat krultang. Deze is like 20 euro, 40 euro, I'm not sure anymore. Van Babyliss, gewoon een hele goedkoop, maar wel een hele fijne krultang. En dan ga ik de onderkant van mijn haar hiermee krullen. Oké, mensen, ik heb nu mijn hele haren gekruld van onderen. Dit is dan hoe het er nou uitziet.
En dan ga ik er zo een beetje met mijn handen doorheen om de krullen een beetje uit elkaar te halen. Want je wilt er niet uitzien als een of andere gek met harde krullen. En dat doe ik dan ook hier, behalve de blonde krul, die niet. Maar de andere allemaal wel. En de blonde krul haal ik niet echt uit elkaar, maar ik ga er wel zo lichtjes doorheen. Een beetje zo. En dit is dan nou hoe het eruit ziet. En dit is dan altijd hoe ik mijn haren doe. Ik heb altijd een schuine scheiding. En aan deze kant doe ik vaak zo achter mijn oor. Want dat vind ik dan mooi. En dit zo naar achteren en dan dit naar voren. En dan pak ik een beetje haarspray voor hier. En dan met mijn spoelie maak ik het dan zo plat. Zo, en dan als oorbellen had ik deze in. Deze zijn super mooi met helemaal van die diamantjes er helemaal in. En ze zijn van de AliExpress. Ik zal de link in de beschrijving plaatsen. Zo, ik vind die oorbellen echt super cute. Ik zal hier een foto plaatsen met wat ik aanhaalt, gewoon een mooie zwarte midi dress. Voor de oplettende mensen die al mijn video's bekijken en vooral mijn AliExpress video's bekijken, die herkennen die al, want deze outfit is van de AliExpress. Ik had die in een video aangedaan. Ik vond het ook grappig, want iemand vroeg aan mij van, heel leuk en aardig dat je allemaal die kleding hebt, krijgt, koopt, maar draag je ze wel echt? Bij deze, als ik ze echt cute vind staan, dan draag ik ze gewoon echt. Of ze nou 2 euro zijn, of ze nou 50 euro zijn, of ze nou 200 euro zijn. I don't care. Als het er gewoon cute uitziet, dan vind ik het gewoon leuk. Als ik die nog kan vinden, dan zet ik ook de link van die in de beschrijving. De schoenen die ik aan had zijn deze prachtige, hele hoge hakken. Ze zijn van Boohoo en dit is een beetje een roze kleur. Met dit zo allemaal erop. Dit zijn echt hele hoge hakken zonder een plateau. Dus het zijn niet de makkelijkste hakken. Maar ik vind ze echt super mooi. Ze lopen ook niet echt heel erg fijn. Dus je moet wel een beetje een pro zijn in hakken. Maar ik denk dat ze niet meer te koop zijn. Want ik heb ze echt al 100 jaar. Als ik ze nog kan vinden, dan zet ik het ook in de beschrijving. Maar ik denk het echt van niet. Maar ik vind ze echt super cute. Nou mensen, dit was dan de Get Ready With Me. Zo zag ik er afgelopen zaterdag uit op de bruiloft. En het was echt een hele mooie en leuke bruiloft. I really liked it. Hoe ik mijn haren nou heb gedaan is basically gewoon hoe ik mijn haren echt altijd doe. Dus dit is gewoon mijn standaard look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Als je meer van dit soort video's wilt zien, laat het me dan vooral even weten hier beneden. Ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!